Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Mocht jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik ga zo dadelijk naar de nagels vertrekken. Het is dringend tijd. Ik weet niet als het gaat focussen. Come on! Focus! Come on, you can do it! Veel uitgroei en mijn haren blijven daar zo achter steken als ik mijn haren was. Oh, echt een heel vies gevoel. Maar oké. Dat ga ik zo doen. Maar eerst ga ik jullie een Zaful haul laten zien. Ik heb een paar dingen gekocht. Ik heb het zelf gekocht. Het is niet gesponsord. Omdat ik vertrek binnen 3 weken naar Amerika. Dus ik dacht ik moet bikinis hebben. Dus ik heb 3 bikinis gekocht. Maar ene ziet er heel klein uit. Ik heb ze nog niet gepast, dus ik ga het nu doen. De eerste aan. Maar ik ga het jullie in de spiegel laten zien. Oké, nummer 1 is deze gele met witte bolletjes. Ziet er zo uit. Gewoon triangel, blouse en broekjes van achter wel zo. Ja, klein en hoog vooral. Maar ik vind het nog wel mooi. Ziet er nog wel goed uit. Dit komt ook zo echt wel over uw heupen, hoe moet ik zeggen. Ik heb het liefst van die triangels, omdat als je dan bruint, dan vind ik het mooiste erin gebruind. Dus dit is nummer 1. Maat heb ik medium. Ja, medium gewoon allebei. Dus allebei medium. Dus dan weten jullie dat, mochten jullie daar ook willen bestellen. En nog vind ik dat medium soms klein valt, vooral van boven. Deze is nu wel goed. Het broekje ja, valt iets groter misschien hier. Iets losser, maar omdat dat om te binden is, gaat dat wel goed. Dus, dit is nummer 1. Nummer 2 is een huidskleurige bikini. Maar wat mij nu al stoort, is dat wit komt eruit. As you can see, oh. Nee, nee. Ja, oké. Ik weet niet. Ik kan hem misschien nog wel proberen uit te rekken als ik hem uit heb. Maar dit is al iets beter. Nu zie je het nog van boven. Maar ook weer hoog. Ook weer van achter. Oei, ik heb dat stickertje er nog in steken. Van. Oeps. Dus ook weer zo hoog. Maar oké, ça va. Broekje vind ik ook wel mooi. Ook weer medium. Deze spant van boven wel iets meer. Maar ik kan hem natuurlijk wel iets losser binden. Ik vind hem wel mooi. Ik denk als ik bruin ben. Oh, alleen dit stoort me echt enorm. Aan deze kant is dat niet. Maar ja, oké. Ik vind hem wel mooi. En deze was ook iets van 5 euro of zo. Dus ja. Daarvoor kun je niet sukkelen en daarvoor is dit nog niet zo erg, vind ik. Ik krijg dat wel weggedraaid. En als derde hebben we deze. Maar deze is dus wel duidelijk te klein van boven. Ik vind hem ook niet zo mooi. Beetje kinderachtig misschien. Alhoewel, ik weet niet, het heeft nog wel iets. Ik vind het printje wel mooi en ik vind het broekje wel heel mooi. Het broekje zit ook wel heel goed en is wel heel mooi. Maar ik denk misschien eerder dat ik dat met een zwart topje ga combineren. Maar ja, als ik de frulletjes echt helemaal naar onder mijn borsten trek, dan komt alles naar boven. En zoals je kunt zien, het zit nogal geplet. En hier pult dat zo uit. Aan deze kant hetzelfde. Ja, komt dat zo eruit. Dus dat is niet echt mooi, hè. Spijtig. Was anders wel heel cute geweest voor foto's of zo. Dit is ook weer een medium. Misschien dat ik die nog ga bestellen in een large of zo. Maar als dit al een medium is, dan weet ik niet als een large ook gaat passen. Ik ga zien. Ik vind het sprookje thans echt wel mooi. Dat is wel cute. Komt ook zo mooi hoog. Zit heel goed dat broekje. Dus is wel fijn. Cute. Oké, dan heb ik dit blouseje. Dus een blouseje zonder mouwen. Oh, het zakt wel een klein beetje af. Maar het is wel nog cute met een hoge jeanshirt. Ik vind het wel nog mooi. Ja, ik heb dat nu op mijn joggingsbroek aan. Sorry, maar
Ik denk als je dat op een hoge jeanshirt aan doet, dat dat nog wel tof is. Dus hier zo detail, zo gebonden. Dus op vakantie gaat dat nog wel heel mooi zijn, denk ik. Dan het laatste blouseje. Dat is een rood. Ook weer geen mouwen of de shoulder. Met weer dat detail hier. Ook wel nog mooi. Ook weer met een hoge short. Ja. Het is cute. En dit was ook maar 5 euro of zo. Dus ik vind het wel mooi. Oké, dat was mijn Zafel haul. Hopelijk vonden jullie dat leuk. Het waren gewoon een paar items die ik had besteld. Omdat ik dacht, ik heb vakantie. Dus ik wil een paar nieuwe dingen. En dat is kei goedkoop. Dus ja. Maar ik weet ook wel dat je daar vaak pech mee kunt hebben. Nu ook met die bolletjes bikini. Maar ik zie wel dat erin staat dat dan smal is. En ik heb net gekeken en ik heb die in een medium besteld. Dus ik ga dat wel denk ik terugsturen. Of ja, terugsturen. Ik weet niet hoe dat die werken. Maar ik ga alleszins zeggen dat ik een medium had besteld. En dan zien wat ze zeggen. Maar nu ga ik naar de nagels vertrekken. Celine is normaal al geweest. Allee, is daar. We moesten apart gaan deze keer. Dus nu ga ik vertrekken. Maar dan zie ik jullie daar. Hè. Tot ziens. Ik hoop dat jullie mij horen. Ik heb proberen hard te praten. Maar ik dacht, ik ga er gebruik van maken nu ik in de auto zit. Mijn camera op het dashboard zetten. En dan kan ik jullie even vertellen over de lippen. Want dat had ik jullie beloofd in de vorige video. Terwijl ik nu onderweg ben naar de nagels. Dus zoals jullie in de vorige vlog hebben kunnen zien, heb ik mijn lippen laten doen met Hyaluron fillers bij Brows & Beyond. En dat wordt daar gedaan zonder naalden. In de vorige video kunt je ook zien hoe ze dat doen. Oh nee, een camion vol met varkens die net slachthuis gaan. Oh, ik vind het altijd zo zielig. Ja, als Celine en ik dat tegenkomen, maak ik altijd een kruisje. Ook als we een dood dier op de weg tegenkomen, dan doen we dat altijd. Voor uit respect. Maar oké, ik ben aan het afwijken. Dus wat ze eigenlijk doen is met een hoge drukpen, denk ik, tegen een hoge druk, spuiten ze dat erin. Die pen maakt een heel klein gaatje in uw lip. En zo komt, komt die hyaluron filler in uw lip eigenlijk. Wat anders is bij de naalden is dat ja, er geen naalden in uw lip gaan. Het is zo goed als pijnloos. Je krijgt eerst een verdovende crème en dan worden de fillers ingebracht. Aan de zijkanten voelde ik helemaal niks. Je verschiet gewoon van de... Ja, van de druk en van dat geluid van die pen, want dat klikt zo, dat gaat zo klik. Dus ik verschoot wel elke keer. Maar qua gevoel voelde ik niks. Aan de binnenkant hier en hier voelde ik het een klein beetje. Precies zo'n elastiekje dat zo wordt geschoten tegen u. Zo voelde dat. Maar het is absoluut niet pijnlijk. Het is wel verschietachtig, maar ik ben iemand goed. Ik ben iemand die heel snel verschiet, dus dat kan ook wel aan mij liggen. Want ja, ik verschoot wel elke keer echt, maar het was echt niet pijnlijk. Maar ze telden ook wel af, dus dat was wel goed. Dan kon ik mij zo voorbereiden van nu gaat die klik komen en dan verschiet je wel zo even. Maar het was echt niet pijnlijk. Ik zou 100% direct terug morgen dit doen in de plaats van de naalden. Ja. Dat is mijn persoonlijke keuze, maar gewoon uit hoe pijnlijk of gevoelig dat is, zou ik daarom voor dit direct opnieuw kiezen. Dit is het resultaat op dag 3. Het is wel, moet ik zeggen, al redelijk wat afgezwakt. Maar mijn lichaam breekt hyaluronzuur echt enorm hard af en enorm snel af. Omdat ik een heel snel metabolisme heb. Dus... Dit is het nu. Ik vind wel nog dat je het ziet. Het ziet er heel goed uit, heel natuurlijk uit. Het is sowieso meer dan wat ik had. Dus daar ben ik heel blij om. Maar de eerste dag was het effect wel nog mooier. Maar toen stond het natuurlijk ook wel wat gezwollen. De dag
zelf heb ik ook geen last gehad. Een beetje gevoelige lippen, maar geen pijn. En de dag daarna voelde mijn lippen eigenlijk al terug heel normaal aan, nu ook. Het enige wat ik een beetje had, was precies het gevoel in mijn lip van bolletjes. Maar met die hoge druk pen wordt dat in een bolletje ingespoten en verspreidt zich dat over de 2 weken die komen. Dus dat had ik wel een beetje, maar het bolletje was niet zichtbaar. Dus oh, dat is wel goed. Wat moet ik er nog over zeggen? Oh. Ik moet echt zo, ik heb zo'n plakding, maar nog blij dat er af. Het is nog goed, hè. Maar ik weet niet wat ik nog wil zeggen erover. Ja, ik vond het eigenlijk heel aangenaam om te doen. Ik zou het direct opnieuw doen. In mijn lippen is 1,2 milliliter gespoten. Als ik me goed herinner, ik denk dat dat is. Want bij 1 milliliter zijn ze helemaal röntgen. Dus ik doe nog een klein beetje van boven. Ook omdat ik weet dat dat heel snel afneemt bij mij. Had ik zoiets van, doe maar wat extra, want dan gaat het toch heel snel weg bij mij. De meesten hebben dat niet, dat dat zo snel weggaat, maar ik heb dat wel. Dus ja, spijtig, maar ik ben wel nog blij hoe het er nu uitziet. Ik vind wel dat je het ziet. En over 3 weken, dat is 4 april denk ik, moet ik teruggaan en krijg ik een touch-up. Dus dat wil zeggen dat ze dan kijken van, oké, bijvoorbeeld hier zit iets meer dan hier. Allee, ik zie dat bij mij niet, ik zie geen verschil of zo. Dus ik weet niet wat ze gaan doen. Maar stel, als ze zo'n dingen zien, of ze denken van, in de bovenlip mag toch meer, want het is toch fel afgezwakt, dan doen ze dat. Dus binnen 3 weken wordt dat dan, ga ik opnieuw en wordt dat dan eigenlijk bijgewerkt. En krijg ik een beetje meer misschien, of op 1 plaats iets meer of zo, dat gaan ze zien. Maar over het algemeen ben ik heel blij. Ja, zoals ik al zei, ik zou dat direct opnieuw doen over het spuiten. Niet omdat ik dat moet zeggen of zo, of dat dat gesponsord is, helemaal niet. De spuiten was ik ook heel blij mee en dat vond ik ook goed. Maar ja, een spuit is altijd toch zo'n spuit, hè. En ik vind spuiten eng. Als dat nu in mijn arm is, of in, maakt niet uit. Ik kan daar wel tegen, maar toch, dat blijft zo'n raar gevoel. En ja, de spuiten, ik voelde dat hard. Ook omdat de zalfverdoving op mijn lippen niet goed werkte. En nu bij Brows & Beyond was dat hele straffe zalf. Ja, daarom, ja, spuiten, ik voelde dat echt heel hard. Ik voelde dat er in niet aan en zo. Maar Celine kiest er wel voor om de spuiten te doen, denk ik, binnenkort. Dus ja, iedereen is daar ook anders in natuurlijk. Maar ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn, ook na de touch-up en zo. Maar dan zien jullie dan. Ik ga dat sowieso filmen voor jullie. Hopelijk vonden jullie dat leuk om te zien. Ik denk ook dat dit de enige dingen is die dit momenteel doet in België. Allee, correct me if I'm wrong. Dat kan, ik ben niet zeker. Maar ik heb er nog nergens anders gezien. Brows & Beyond is bij mijn weten een van de enigen die dat doen in België. Oh, kijk. Even kijken naar waar ik moet. Van net zijn mijn GPS dat ik hier af moest. En nu weer niet meer. Dus ja, ik vond het zeker fijn om eens te proberen. Ik had schrik, want ze zeiden het is pijnloos. Maar ik dacht, volledig pijnloos kan het toch niet zijn. Ik moet zeggen, het midden was wat gevoelig. Echt zo, ja, alsof er een elastiekje schiet. Dat is de beste manier dat ik het kan omschrijven. De zijkant voelde ik echt niks. Ik verschoot alleen telkens van de klik. Moest ik echt zo even, oh ja, dat maakt best wel wat lawaai. En je voelt wel zo'n druk precies, maar pijn doet dat niet. Dus ja, dat was mijn ervaring met de lipfillers zonder naalden. Ik ben bij Brows & Beyond geweest en ik heb 1,2 milliliter. Want dat vroeg je er heel veel op Instagram, dus dan weten jullie dat. Ik ga nu verder rijden naar de nagels. En see you there, hè. Dat heb ik daarnet al gezegd. Maar ja, ik dacht, ik ga
heb, dus dit stukje vullen, maar want dat jullie dan nog schuldig zijn. Dus tot zo, hè. Hallo, ondertussen ben ik op het kantoor, terug van de nagels. Dit zijn ze. Red. Ik vind rood altijd mooi. Dat is zo sexy, vrouwelijk. Weet je, daarom kies ik vaak rood. Oké, maar en, ik snap dat dus toch. Oh, ja. En ik ga nu pakjes maken, e-mails doen en zo. Ik werk vandaag alleen, want Celine heeft haar vrije dag met Noah. En ik wou ook nog mijn tas laten zien. Kijk hoe mooi. Ah. Dit is hem. En oh ja, ik krijg hem niet goed toe, want ik denk dat ik hem te vol heb zitten. As you can see. Maar die is ook van Totally Too. Ik weet niet of ze er nog zijn. Ze zijn er in beige en in het lichtroze. Maar ik vind hem zo mooi. Ik ben er echt verliefd op. The sun is rising, here we are. I didn't think we'd come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Making my way down Ocean Drive. Hungover people pass me by. I know they feel it. Yeah, they feel the way that I do right now. Lost in Miami and we were too drunk. But it was only you and I. Only you and I. Ik ga de vlog hier voor vandaag afsluiten. Ik ben nu ergens. Jullie kunnen wel raden waar. Maar dan zien jullie in de volgende vlog. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie overmorgen. Oh.